Goeiedag beste kleurnetkijkers. Vandaag hebben wij een wereldband op bezoek, Buju Bekante. En twee van hun bandleden, Lisbeth en Shaheen, gaan ons wat vertellen over wat allemaal de band inhoudt, wat ze allemaal doen. Dus ik hoop dat het heel erg leuk wordt. Shaheen, kun je ons vertellen, waar komt jullie muziek uit voort? We zijn een tienmansformatie die... Laat ik de bezetting uitleggen. We hebben twee percussionisten, een drummer, drie zangeressen, een cello, flamenco-gitaar, een saxofonist die ook fluit speelt, een Indiase bansuri-fluit, een bassist en dat is het. Mm-hmm. Mensen komen uit verschillende achtergronden. Een van de drummers komt uit Cuba en een zangeres uit Cuba. De gitarist die heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in flamenco. De cellist komt meer uit de klassieke hoek. Dus wij maken muziek die eigenlijk de liedjes die de zangeressen zingen, die komen voort uit Cuba. Dat zijn eigenlijk liedjes die uit de Yoruba-cultuur zijn overgewaaid met de... En wat is Yoruba-cultuur? Dat komt wat nu heet Nigeria. Ja. Daar wonen deels de Yoruba-mensen en zij zijn in de slaventijd onder andere naar Cuba gebracht. En die liedjes worden nog steeds bezongen, zeg maar. En waar gaan die over? Dat zijn eigenlijk van oorsprong religieuze liedjes die... die over de goden gaan, zeg maar, in allerlei mythologieën. En... die liedjes zijn van oorsprong alleen met zang en drums, zeg maar, en dans. En wij hebben ze geherarrangeerd met instrumenten en harmonie. En wat voor de instrumenten voegen jullie daar dan aan toe, zeg maar? Die bezetting die ik net heb opgenomen, zeg maar. En als ik dan bedenk, het zijn 10 mannen in totaal, dacht ik. Mm-hmm. En hoe komen jullie aan al die mensen? Want het zijn allemaal mensen van verschillende nationaliteiten, compleet verschillende achtergronden. De gitarist komt uit Malta, een van de zangeressen komt uit Chili, zoals zei de drummer uit Cuba, een van de percussionisten uit Iran. Mm-hmm. Dat is toevallig zo gelopen, is niet zo gedacht van nou, ik moet zoveel mogelijk mensen hebben van overal vandaan, maar dat is toevallig zo gegaan. Heb je gewoon een advertentie gezet van wij zoeken mensen voor een wereldband? Nee, het is wel nog via contacten gelopen en zo. Oh ja. En wat voor sfeer willen jullie eigenlijk oproepen als jullie muziek maken? Wat voor sfeer willen jullie overbrengen aan het publiek? Het is eigenlijk een idee om een soort mix te maken van muziek die dansbaar is, die groove, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook deels luistermuziek. Dus niet alleen maar een band die probeert de zaal aan het dansen te houden. Nee. Dus er is veel improvisaties en het is gewoon heel muzikaal uitgedacht, zeg maar. Ja. Want jullie onderscheiden jullie zelf wel van andere bands. Tenminste, dat denk ik dat jullie dat ook zo zien. Het is niet echt een doorsnee, reclame voor Bacardi of zo, reclame muziek. Nee, nou wel voor Dubbelkoeler. die heeft al heel lang een stukje van ons gedraaid op televisie. Oh ja, wat grappig. Ja. Nou, Lisbeth, jij bent zangeres. Ja. Kun je ons iets vertellen over hoe jij terecht bent gekomen bij deze band? Ja, ik ben al heel lang bezig met muziek. En in eerste instantie met een jazzopleiding. En heb mezelf toen eigenlijk alleen maar gericht op de Latijns-Amerikaanse muziek. Ja. In eerste instantie salsa, merengue, Argentijns. En daarna dan kom je toch ook vanzelf in contact met de Afro-Cubaanse muziek. Dus toen ben ik naar gaan luisteren. En ik kende Shaheen en Leonie natuurlijk al. Mm-hmm. En na 2 jaar of zo, of na 1,5 jaar, toen waren er wat wisselingen in de bezetting van de band. En toen waren er onder andere 2 nieuwe zangeressen nodig en ik kon daarop inspringen. Oh, en dat vond ik natuurlijk heel leuk. Wat leuk. Ja. Nou, want ik heb net ook een stukje gezien en jullie zingen altijd met z'n drieën, hè? Ja. Ja. Is daar een speciale betekenis voor? Nou ja, in die zin, het is erg leuk om gewoon 3 mensen in front te hebben. Mm-hmm. B, het is natuurlijk een muziekstijl, de Afrikaanse, de origin, zeg maar. Daardoor is de muziek vaak call and response. Dus zeg maar, je hebt een stukje leadzang en daar zit heel veel koor
tussen, wat steeds herhaald wordt. Mm-hmm. Dus dat is ook al een reden waarom je daar met meerdere zangeressen staat. Ja, en daarnaast is het denk ik het gewoon het visuele aspect. En, ja, want jullie besteden heel veel aandacht aan de uitstraling, aankleding, ja. Dat soort dingen. Ja, ja. Kun je daar ons iets over vertellen? Nou ja, wij vinden denk ik allemaal dat dat een heel belangrijk onderdeel is van je presentatie. Mm-hmm. En ik denk ook dat heel veel bands dat een beetje vergeten. En vooral onze, een van de zangeressen, Leonie, is daar heel goed in. En die kleedt ook zeg maar de achtergrond aan. En het is gewoon leuk voor het publiek, ook als je er goed uitziet. Ja. En ook, de kleding heeft natuurlijk altijd wel te maken met de muziek. Dus er zal altijd iets, ook net als in de muziek zitten er ook elementen in uit andere landen. Ja. Dus dat, ja, dat past gewoon in elkaar. En buiten dat is het gewoon ontzettend leuk om je zo aan te kleden. En jullie gaan ook binnenkort kostuums dragen, hè? Ja, nou ja, daar zijn we aan het maken. Daar zijn we natuurlijk mee bezig. Ja. Oh ja, en wat voor soort kostuums worden dat? Dat hebben we zelf allemaal bedacht. Oh ja. Ja. En een beetje dus, in die sfeer? Ja, om van alles en nog wat bij elkaar te halen. Oh, wat leuk. Ja. En jullie eerste cd's op dit moment uit. Hoe voelt het nou? Want voor die hoe bekend waren jullie voor de tijd en hoe bekend zijn jullie nu? Ik weet niet hoe bekend we zijn. Voor die tijd ging het al eigenlijk al heel goed. Mm-hmm. Op allerlei festivals gespeeld, binnen en buiten Nederland. Ja. Het duurt even voordat het allemaal gaat rollen, zeg maar. We hebben gelukkig een hele goede platenmaatschappij uit Duitsland die wereldwijd distributie heeft. Ja. En nu beginnen we eigenlijk heel veel reacties te krijgen, meer uit het buitenland dan in Nederland. Dus recensies en mensen die e-mails sturen. Ja, en ik zag net inderdaad een heel hebben. Dik pak. En dus dat is heel leuk dat je zeg maar, dat je ineens een e-mail uit Canada krijgt of uit Roemenië kreeg vorige week iemand van de radio, zeg maar. Ja. Die dat heel graag wil gaan draaien en die meer informatie wilde. Dus en dan kunnen jullie gewoon, je hebt een e-mailadres en dan kunnen mensen ook zeg maar informatie over opzoeken. Ja, website. En, Ja. En voor jou dan, Lisbeth? Want jij zit er nog maar anderhalf jaar bij, hè? Ik denk het wel, zo ongeveer. Mm-hmm. Dus jij bent zeg maar best wel gekomen toen het al wat bekender werd? Of ook niet ik echt? Ben erbij gekomen toen waren jullie nog bezig met de opname van deze cd. Oh ja. Dus ik sta zelf niet op deze eerste cd. Wel op de tweede die we deze zomer gaan opnemen. Mm-hmm. En wat was je vraag? of hoe je dat voelt, zeg maar, dat je gewoon nu in een band zit die eigenlijk redelijk bekend is, toch? Nu. Ja. Tenminste, ik heb een dik pak gezien. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik vind zelf altijd, ik denk dat ik meer met de muziek bezig ben, met de band. Ik vind het natuurlijk leuk, maar dat komt niet zozeer omdat ze bekend zijn. Nee. Dat is trouwens wel een hele leuke bijkomstigheid, hoor. Dat zal ik ook niet ontkennen, maar dat, het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat je doet. Ja. En dat vind ik erg leuk. En heel leerzaam en heel interessant. Hebben jullie ook dingen zoals fanmail? Nou, nog niet, geloof ik. Nee, maar we hebben wel dus mensen die via de website een e-mail sturen om te reageren of iets te vragen of iets te zeggen, zeg maar. Maar het is ook niet dat we nou niet bekend zijn in de zin van een popband in Nederland of zo die Nederlandstalige muziek zingt of zo. Mm-hmm. Het is echt, het blijft binnen wereldmuziek crossover, zeg maar. En ja. Ja. Want jullie zingen, ik wil nog even teruggaan over op de inhoud van die muziek. Jullie zingen eigenlijk, wat was het nou ook weer uit een gedeelte van Nairobi?
Yoruba. Yoruba, Nigeriaans, ja. Mm-hmm. En jullie zingen eigenlijk in die taal. En ja, ja, weet je eigenlijk waar je het over hebt dan? Want je spreekt die taal niet eigenlijk natuurlijk. Nee. Nee, het is zo dat een van onze zangeressen, Martika, die komt uit Cuba. Ja. En die is zeg maar opgegroeid in deze cultuur. Dus die zal... ze spreekt dat niet in die zin dat het een dagelijkse taalgebruik is. Mm-hmm. Maar ze weet wel de betekenis van de liederen en van veel woorden. Ze kent ook veel woorden. Dan heb je Leonie, die heeft zich ontzettend verdiept in al deze materie. Dus die weet ook vrij veel. En ik ben eigenlijk een beetje een nieuwkomer. Ik hoor die muziek natuurlijk al jaren. Mm-hmm. Maar ik zorg er wel voor dat ik weet waar een lied over gaat. Dus ja. Ik zorg ervoor dat ik weet over welke orisha het gaat, wat dat inhoudt. En een orisha betekent? Een orisha is, ja, ik vind dat moeilijk. Het is niet echt godin of god. Nee, het zijn meer spirits, zeg maar, zoals ze in Afrika hebben. Hier zou je het als god uitdrukken of natuurelementen. Ze hebben een bepaalde symboliek, zeg maar. En zij hebben, wat ik al eerder zei, het is eigenlijk van oorsprong religieuze muziek. Ja. En ze hebben niet één god, maar ze hebben er 21 of zo. Oh ja. En dus ze hebben de god, de Eternal Mother. Zij staat ook voor alle oceanen. Je hebt de god van donder en bliksem. Hij staat ook bekend als de eigenaar van de drums. Mm-hmm. Hij is de drummer, hij danst. Je hebt de god van de doden, dodenrijk bijvoorbeeld, et cetera. Van de wind, heel veel elementen. Oh ja, en geloof je daar zelf eigenlijk ook in, jullie? In wat jullie zingen? Ik ben geen religieus type, maar ik geloof wel in bepaalde krachten. En... Zoals welke? Ja, zoals komt die welke, in je muziek kijk, terug of niet echt? Ja, proberen wel dat tot uitdrukking te brengen. Ja. En wat speel jij eigenlijk? Jij bent de bandleider, hè? Ja. Wat houdt dat precies in? Wat moet je dan doen? Dan ga je met de zweep over iedereen van, nou, nu gebeurt dit. Of valt het hartstikke mee? Nee. Het is een vrij democratische band. Alleen ik heb het opgezet en ik hou het aan de gang en ik regel de meeste optredens en alles wat erbij hoort. Ja. En sinds korte tijd helpt Lisbeth daarbij. Ja, dat is een van de weinige mensen in het groep die ook Nederlands is natuurlijk. Ja. Of Nederlands spreekt waarschijnlijk, dus het is best lastig dan. Ja. Om dan maar verder is het zeg maar in de repetitieruimte of op stage of over de muziek. Zijn er verschillende mensen, bijvoorbeeld Praful, de saxofonist, fluitist, die schrijft heel veel stukken. Mm-hmm. Jeroen, de bassist, componeert heel veel stukken. Soms voeg ik er iets aan toe, de rhythmsectie, of soms bemoeit zij zich met de zangafdeling. Mm-hmm. Dus het is echt samenwerking. Het is niet zo van, ik bepaal wat er gespeeld wordt en zo is het en niet anders of zo. Nee. Muzikaal gezien is het echt samenwerking, wat het ook leuk houdt. Ja. En wat ik me ook afvroeg, jullie zitten toch wel eigenlijk met vrij veel verschillende mensen in een groep uit verschillende landen. Ja. Dan zou je denken dat er toch wel wat verschillen onderling bestaat. Hebben jullie nooit ergernissen? Want het zijn er wel 10. En dan allemaal op elkaar en dan moet je dan snel iets even presteren of valt dat allemaal mee? Nee, zo is het leven in Amsterdam toch ook. Je leeft hier met zoveel mensen en zoveel culturen. En dat is eigenlijk ook het geval met deze band. Het is een soort multiculturele samenleving. In het klein. Zo is mijn vriendschap ook hier en mijn leven ook hier. Ik ga met allerlei mensen om en dat gaat goed. Want jullie kunnen het allemaal wel goed met elkaar vinden ook. Ja. Ja. En hoe gaat het dan? Stel voor als jullie een nieuw lied maken, dan vertel eens hoe dat in zijn werk gaat. Wil jij dat vertellen? Als je bijvoorbeeld een nieuw liedje moet gaan zingen, verzin je dat zomaar bla en het komt eruit? Of hoe gaat dat? Dat kan je natuurlijk doen, maar dat betekent dat je een nieuw lied gaat maken. Mm-hmm. Dat is één mogelijkheid, maar het kan ook zijn dat je zegt van dat je dus bijvoorbeeld naar traditionele opnames luistert en zegt van hey, daar hoor ik wat en daar zou ik dat en dat en dat mee willen. Nou, dan ga ik met dat idee naar een ander, bijvoorbeeld Praful of naar Jeroen en die werkt verder met dat idee. Mm-hmm. Of je werkt samen verder met dat idee en dan komt er een lied en dan krijgt de band dat, dan ga je het spelen. Mm-hmm. Ga je kijken of het inderdaad wat is. Gadver, dat zingen wij niet. En dan gelukkig 9 van de 10 keer komt het dan uiteindelijk op het podium. Ja. En dan misschien ook nog op een nieuwe cd. En als je dan zeg maar een beetje, jij zeg maar degene bent die zo'n lied eigenlijk een beetje gemaakt heeft of bedacht. Als je dan gaat optreden en het publiek gaat helemaal uit zijn dak, wat gaat er dan door je heen?
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ja, dat is te gek. Of ik het nou zelf niet, wel of niet heb gemaakt, dat lied, dat maakt niet uit. Het is sowieso... Het is ontzettend leuk. Daar krijg je natuurlijk als muzikant ook de kick van. Mm-hmm. En dat doet je het ook vaak volhouden. Ja. Hè? Want het is niet altijd zo makkelijk. Dat een publiek reageert. Ja. En dat is enig. En daar doe je het toch uiteindelijk voor. Dat is heel clichématig, maar het is wel zo. Ja, dat is ook wel een ontzettende kick. Ja. 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 Want je op zich, je dacht ook van jullie zijn met z'n tienen. Ik bedoel, de loon moet natuurlijk ook verdeeld worden door 10. Ja. Er blijft niet veel over, of wel? Nee. Nee, het is wel een beetje, wat ik al zei, liefdeswerk. Ja. En ja. Jullie kunnen daarnaast doen jullie nog andere dingen daarnaast? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, iedereen heeft zijn eigen project. En ik denk ook dat in Nederland zijn weinig groepen die zich met één band staande kunnen houden. Mm-hmm. Dus bij ons... al die muzikanten hebben daarnaast ook andere projecten lopen. Ja. Zeg maar. En het gaat niet zo dat bijvoorbeeld dat jullie één iemand hebben... Mm-hmm. met z'n tienen leuk altijd op stap gaan... en die ene zegt opeens van nou, vandaag ga ik eens even met die optreden. Kan dat zomaar? Of hoe werkt dat dan? Nee, je krijgt een optreden natuurlijk weken of maanden van tevoren... en dan zoek je het uit. En gelukkig bij deze band is het wel zo dat... de meeste mensen doen wel hun best als ze iets anders hebben staan... om ruimte te maken voor dit project. Zeg ja, maar. Het is natuurlijk wel vrij groot ook. Ja, en moeilijk vervangbaar, de ja. mensen. Oh ja, 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 natuurlijk. Een hele aparte instrumenten. Ja, eigen repertoire. Ja. Is er eigenlijk een verschil tussen Duitsland en Nederland? Jullie treden ook op in Duitsland, hè? Want dat heel vaak zijn de mensen die hier helemaal niet echt aan de bak komen. En dan gaan ze naar Duitsland en in één keer, weng, dan breken ze helemaal door. Merken jullie echt verschil tussen het publiek en omgang met bands in Duitsland en in Nederland? Nou, omgang met bands vind ik wel. Ik heb toch wel het idee dat men in Duitsland op een gegeven moment, op het moment dat je er bent, word je volgens mij toch wel met meer ja, respect behandeld. Mm-hmm. Ik bedoel, al, het gaat ook om kleine dingen, weet je. Het gaat ook om de verblijfsplek, het gaat ook om de verzorging. Daar, je krijgt je aankomt, te eten, broodjes. Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik vind gewoon dat het in het buitenland over het algemeen wat ja, beter geregeld is. Ja. En qua publiek merk ik zelf, ik weet niet of jij het daarmee eens bent, mm-hmm. maar ik merk niet zoveel verschil. Ik vind dat mensen zijn, kunnen in Nederland... in Duitsland net zo enthousiast zijn, maar ze kunnen in Duitsland ook wel eens op hun stoel blijven zitten. Snap ja. je dat? Ja. Dat hangt er een beetje vanaf. Niet zoveel afhangen van het land of zo. Dat, nee. dat verschil merk ik niet zo. Oh ja. Je vind jij ook niet? Nee, publiek is oké, maar je merkt gewoon dat Nederland is een heel klein landje. Mm-hmm. En de muziekindustrie is niet zo geweldig. Hè? In Duitsland is dat wel een stuk beter geregeld. Hè? Mm-hmm. Dus het is wat georganiseerder en ze betalen je beter. Je krijgt inderdaad fatsoenlijk te eten, onderdak. Ja. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Ik was vorige week in Turkije, Istanbul. En ik was de les aan het geven. Toen vroeg iemand van, hey, we hebben optreden vanavond. Heb je zin om mee te spelen? Het was een of andere Turkse salsa band die in het Turks zingen, maar dan gewoon Latin spelen. Ja. Huh? Apart. Ja, de eerste in Turkije. En nou ja, goed, ik met ze spelen. En het was leuk, het was grappig. Maar er zaten professionals tussen, maar ook amateurs. Het was gewoon... Nee, we waren goed bezig. Mm-hmm. Anyway, toen vroeg ik van... goh, heb je een cd? Ja, vertelt hij. Wij zitten bij Universal, Turkije. Oh, ja. En hij wordt alleen in Turkije verkocht. En al 10.000 exemplaren verkocht. Ja, dat kan je in Nederland niet voorstellen. Mm-hmm. Volgende ochtend stond tv ergens aan en ineens zag ik ze op tv, een videoclip. En dat zat jij er ook tussen op ongeluk? Nee. Maar dat kan, omdat in Turkije wonen bijvoorbeeld 65 miljoen mensen. Mm-hmm. Dus als je een hit scoort of whatever, en 1/3 van de bevolking koopt jouw plaat of een bandje, yeah. heb je al 20 miljoen... Yeah. verkocht, ja. snap je? En dan heb je natuurlijk ook de mogelijkheid, die mensen hebben een apart geluidsman, hebben een eigen lichtsysteem, mm-hmm. Een eigen spullen, Rodies. Gewoon omdat die markt veel groter is. Ja. Willen jullie ook zo'n markt gaan verkennen bijvoorbeeld? Zoals nou ja, daar? Willen verkennen. Wij wonen hier.
Mm-hmm. Maar ik geef gewoon een vergelijking van... Ja, het werkt natuurlijk wel anders. Het werkt heel anders. Ja. Ja. En wat betreft jullie bandleden, want jullie wonen wel in Nederland inderdaad. Maar jullie hebben ook een paar bandleden, die wonen gewoon verderop, hè? Ja. En hoe gaat dat dan? Want waar wonen die precies? Die wonen in Duitsland. En dan als jullie gaan repeteren, dat gaat niet door de telefoon, neem ik aan. Dan komen ze gewoon langs en dan voor een paar dagen en dan blijven ze logeren. En zo moet je eigenlijk toch best wel veel van je eigen leven voor opgeven dan. Nee, je moet veel inzet hebben en het kost natuurlijk ook geld. Dus je moet ook die adem hebben, zeg maar. Omdat, het kost geld, zeg je? Ja, tuurlijk. Ja. Want de repetitieruimte kost ook geld. Reiskosten, repetitieruimtes. Ja. Dus dat moet je wel willen en dat moet je ook... Nou ja, als je het echt wilt, dan kan het dus ook. Ja. Maar het is natuurlijk wel te hopen dat het niet alleen maar bij die investeringen blijft. Dat we dan op een gegeven moment ook nog eens een keer wat leuks terug gaan verdienen. Ja, het zou wel leuk zijn, hè? Ja. Ja. Want mensen kunnen ook jullie cd ligt gewoon in de winkel, hè, op dit moment. Ja. En waar moeten ze zoeken? Want het is natuurlijk een band met allerlei soorten stijlen door elkaar heen. En waar kun je die nou vinden? Ik denk dat men het over het algemeen onder het kopje wereldmuziek zal zetten. Ja. En wat betreft optreden, wat vind jij het leukst om op te treden? Op wat voor plaats? Wat voor publiek? Ja, ik hou erg van festivals. Ja, zoiets als Google. Het is natuurlijk toch ook leuk. Festivals, grote zalen, als er veel publiek is, dat is altijd leuk. Ja. Dat is, daar krijg je toch wel een kick van. Ja. Ja. En wat voor plaatsen hebben jullie allemaal opgetreden tot nu toe? Qua bekende plaatsen die misschien mensen kennen? Zeg, weet jij, denk ik, vergeet ze al. Dunia Festival, Roots Festival, Melkweg, Latin Dance Beats, Paradiso, Oeral. Oké, dat is best wel een hele rits, hè? Ja, in Havana hebben we vorig jaar gespeeld, op een festival in Cuba. Oh, te gek. We gaan binnenkort naar Amerika en Canada. We spelen regelmatig in Duitsland en deze zomer ook in België. Maar als je een paar van die bekende namen hebt gehad, dan is dat best wel een boost voor je op zich, voor je bekendheid, voor je carrière, tussen aanhalingstekens. Of heb je daar geen verschil van gemerkt? Ik bedoel. Nou ja. Ja, je moet ergens spelen. Ja, maar ja, het zijn best wel een mooi rijtje. Ja, Oeral, het zijn allemaal hele bekende dingen. Het is best wel mensen die daar komen, die weten toch meestal wel een beetje wat er te doen is, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ja. Want hoe komen die daar dan bij? Word je gevraagd of stuur je een bandje op? Nou ja, je stuurt iedereen een demo of informatie op en dan reageren ze wel of niet. Ja. En dan wordt dan dingen vergoed? Of bijvoorbeeld reis en tuurlijk, verblijf en dat soort dingen. Dat wordt dan gewoon wel vergoed. Ja. Dus je verdient nog wel iets aan tenminste. Ja. die grote festivals betalen meestal wel wat. Ja. Soms ook niet trouwens. Maar goed, daar gaan we niet op in. Ik zal geen namen noemen. Ja, horen. Nee. Maar wij belanden meestal wel op festivals. Omdat die gewoon publiek hebben en sowieso de kaarten verkopen en... Enzovoort, enzovoort. En dat is ook eigenlijk wat we wilden vanaf het begin. Mm-hmm. We wilden niet op bruiloftpartijen spelen of dansfeestjes of dat soort... Nee, dat is ook zo. En jullie gaan binnenkort ook in Nederland optreden? Nog op meerdere plaatsen? Ja. Kun je ons misschien vertellen waar en wanneer dat is in Nederland? Gaat hij naar mij? Dan moet ik dat uit mijn hoofd doen. Ik zeg ergens vinden, wat is het? 9 maart spelen we in Para, in Breda. Dan is de volgende, dacht ik, 23 maart in De Gigant in Apeldoorn. Dan 14 april. Mm-hmm. 14 april in Rotown in Rotterdam. 15 april in Venlo in Perron 55. En dan gaan we naar België, geloof ik. Ja, dan hebben we nog eentje, geloof ik, Binnenste Buiten Festival in Capelle aan den IJssel, 20 juni, meen ik. En voor de rest is het And then buitenland. We go America. Te gek, zeg. Ja.
Hebben jullie daar een uitnodiging voor gekregen? Of is dat gewoon op de Bonnefoy op, we gaan er lekker heen? Nee. We hebben een agent die heeft daar al 9 festivals staan. In Canada en Amerika. Oh, dus is wel zeg maar iemand die voor jullie ook een beetje de zaken waarneemt? Ja, soms wel. En soms niet? We hebben verschillende mensen. Dus in België hebben we een agent en die doet het goed. In Duitsland hebben we er eentje die doet het niet goed. Maar dan hebben we weer iemand anders. En in Nederland doen we het zelf, zeg maar, more or less. Af en toe proberen andere boekingsbureaus wat te regelen en te doen. Of komt er wat binnen. Dus ja. Ja, en zo. Dit is jullie, deze cd, deze, hoe heet die nou? Even kijken, Sheba, hè? Sheba. Spreek dat goed uit? Sheba. Wat betekent dat precies? Sheba is het eerste liedje. En dat is een liedje voor weer een orisha, een spirit voor Elegua. En Elegua staat voor het kind. Hij is een kroonprins. Ja. En in de Yoruba-mythologie wordt hij... hij opent en sluit alle deuren in het leven. En hij staat dus ook voor leven en dood. Dus hij wordt altijd in die cultuur als eerste vereerd. Wordt voor gezongen omdat hij alle mogelijkheden kan openen en sluiten. Dat is best diepzinnig. Ja. Ja, en, hè? Hey, maar de muziek gaat ergens ja, over. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, want jij zit er natuurlijk, jij hebt deze cd niet meegezongen, vertelde je net. Nee. Maar je zei iets over de tweede cd. Die komt dus ook uit binnenkort. En kun je ons misschien vertellen of jij een verschil bemerkt in de eerste en de tweede cd? Nou, nee, dat kan ik nog niet, want zover zijn we nog niet. Want de cd komt niet binnenkort uit. We gaan hem binnenkort of we gaan hem over een aantal maanden opnemen. Ah, dus het duurt nog wel even. Dus we zijn nog bezig. We zijn bezig met nieuwe stukken. En dus... Hij wordt ongetwijfeld beter. Ik heb een stukje gehoord en ik heb een stukje op film gezien. Het ziet er allemaal super spetterend uit. Dus het is echt absoluut de moeite om een keer naar een leuke concert te gaan als jullie in de buurt zijn. Dat is echt hartstikke leuk. Is er iets misschien dat jullie ter afsluiting tegen de kijkers willen zeggen? Als jij nou zou willen zeggen tegen de kijkers waarom ze moeten komen en hoe leuk het wel niet is. Misschien in deze camera? Misschien wat. Nee. Als mensen zich aangesproken voelen of als ze daarvan houden, dan moeten ze komen kijken. Ja, ik begrijp. Mensen moeten sowieso komen kijken. Yes. Om okay. te gaan ontdekken wat Bayou Bacante is en waarom wij zo leuk zijn. Het is gewoon een nieuwe muziek en heel erg van deze tijd. Dus het is leuk voor mensen, ook voor hele echte Nederlanders. En verder voor alle mensen die een mix zijn van verschillende culturen. Het is gewoon leuk. Oké. Nou, ik wil jullie echt heel erg hartelijk bedanken. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat jullie wat beter betaald worden, lekkere broodjes krijgen. En nou, misschien geen zien broodjes. Jullie ooit nog een keer terug. Geen macaroni, geen spaghetti en geen pizza's. Nu hoort het. Oké. Dank je wel. Dag kleurnetkijkers.